Het ministerie van Justitie en Politie zal de komende 3 jaren samenwerken met het goudbedrijf Newmont Suriname. In dit kader heeft minister Ferdinand Welzijn gisteren een Memorandum of Understanding, MOU, getekend met het goudbedrijf. In het document zijn afspraken vastgelegd over voornamelijk de materiële ondersteuning die Newmont Suriname aan het KPS zal bieden. Ook zal het bedrijf kogelvrije vesten doneren aan de politie. Minister Welzijn, Albert Ramdien, vertegenwoordiger van Newmont Suriname, en waarnemend korpschef Antonio Shin plaatsen hun handtekening onder de MOU. Met de ondertekening is een basis gelegd voor een hechtere samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie en Newmont. In het kader van deze overeenkomst zal er in de toekomst ook gekeken worden naar de facilitering van andere politieposten en politievoertuigen. De minister ziet een vruchtbare samenwerking met Newmont tegemoet.